grootheid, majesteit, hè, God save the king. Of dat nu gaat over een King George II, waarvoor de Coronation Anthems geschreven is, of het Gloria in excelsis Deo. Ik denk dat dat zeg maar het motto is eigenlijk van dit programma. Het is natuurlijk een overweldigend gevoel als je hier zo deze kerk binnenkomt. Dan wordt er eigenlijk een beetje stil van. Was eigenlijk ook wel in mijn voorstelling duidelijk dat deze beide ensembles goed bij elkaar zouden kunnen passen. Omdat ze allebei hetzelfde soort energie hebben, eenzelfde soort klank, eenzelfde soort directheid die bij deze barokstukken heel goed tot z'n recht komt. Said that when we entered the stage, I mean, this is an enormous crowd. I mean, this church is so big. Yeah. And then you see like this very big crowd being very interested in it. Yeah. And that's also when you can make sort of magic. Listening. It's strange. It's something that you can feel as a singer. Yeah. As a performer, you feel that. Yeah. You feel the people. Publics don't realize how much we get from them. Mm-hmm. Or don't, actually. So it's a very interesting interrelationship with the public. Setting en het was een mooie heel, het was een mooie ervaring. Ja. Dat is geweldig. Klassieke kenmerken en Sandström was een enorme verrassing. Het geluid wat zij konden, de niveaus die ze konden brengen, dat was prachtig.